Ik sta hier naast onze grote winnaar van de Hans Klok Trofee, Martijn Spaven. Hoe voelt het om te winnen? Ik had het totaal niet verwacht eigenlijk. De Hans Klok Trofee was zeker de grootste verrassing van vandaag. Dus je hebt gewoon twee prijzen gewonnen. En de eerste prijs voor de close-up en de Hans Klok Trofee. Ja, geweldig, geweldig. En nu je deze prijs hebt gewonnen, wat wil je nog meer doen? Wat wil ik nog meer doen? Nou, dat is nu nog heel onduidelijk denk ik. Maar ik denk dat het toch zeker kan helpen. Denk dan. En had je het verwacht om te winnen? Of wat was het doel om mee te doen? Ik had mijn kansen wel goed ingeschat voor de close-up competitie. Maar dat ik de Hans Klok Trofee zou winnen had ik nooit gedacht eigenlijk. En hoe lang ben je bezig geweest met deze video? In totaal 5 jaar. Maar dat is eigenlijk stukje bij beetje gegaan. Dus ik heb vorig jaar meegedaan aan het Belgische kampioenschap. En dat was eigenlijk het prototype van de act. Dat was eigenlijk En hoe is dat toen afgelopen? Heb je daar ook prijs? Daar heb ik ook de eerste prijs gewonnen. Wauw, dus eigenlijk prijs winnen, dat ligt je wel goed. Ik ben heel blij natuurlijk. Hè. Dat is fantastisch eigenlijk. Nou, is er nog verder iets wat je nog gaat uitbreiden aan de act of wat je anders gaat doen? Ik ga altijd blijven evalueren natuurlijk. Dus nu heb ik heel goede commentaar gekregen van de jury. En ik ga die zeker in rekening nemen. En wil je dan ook verder met de kubus of ga je echt totaal de andere kant? Ik heb de indruk dat de kubus nu heel populair is tegenwoordig. Maar ik wou echt mijn eigen ding doen met de kubus. Omdat veel mensen dezelfde truc zouden doen met de kubus. Dus ik wou eigenlijk echt iets origineel maken dat niemand dat kent. Snap je. Nou, je hebt het super goed gedaan in ieder geval. Dankjewel. Gefeliciteerd met de prijzen. Heel erg bedankt. Oh, super. Dankjewel.